Wegwind! Hup! Hup! Aan de kant! Ja, maar hij heeft die man opgedrogen. Komt hij in richting? Hé! Hey. Roekoe! En je gaat ermee door? Ja! Mooi hobby. Kom maar! Dat hoort kom maar bij mij! Jammer dat ze doof is. Kom maar bij mij! Hier hebben ze ook sinaasappelboom. Ja, hoi, ik ben Ole en met Nelson achter de knoppen is dit aflevering 7 van Art Safari. In Art Safari banen we ons door middel van een diepte-interview een weg door de jungle van de hedendaagse cultuursector. Dit keer doen we dat met Jerry Kroeze. Jerry kent geen grenzen als het op het creatieve vlak aankomt. Hij runde ooit het Media Art Café Berlijn in Enschede en heeft zich tot recent druk bezig gehouden met het vertolken van typetjes. Daarnaast ontpopt hij zich zo nu en dan als wezenlijke Willy Wortel. Het was, ja, dat vond ik geweldig. Grietje Bouwman en die andere ook alweer. Even kwijt. Maar zij hadden dan een tentoonstelling en dan heb ik het geopend als mijn typetje. Porgje Wulk, de culturette verdette. En toen deed ik ook alsof ik de voorzitter was van de Enschedese Boekakenvereniging. Oh, is er een Enschedese Boekakenvereniging? Nee. Nee. Maar dat was ook zoiets grappigs. Dat had je dus ook de mensen die daar dan bij waren. Die dan, ja, wie weet nou wat Boekaken is. Terwijl je, als je daar op zoekt, dan vind je wel wat. Maar de mensen die dat niet weten, die denken van, ja, het zal wel. Hè? De kakenvereniging, ja, ach. Dat is zo leuk. Je schept direct een soort, ja, dat onder. De mensen die het weten, ja, die zullen ook niet tegen hun buurvrouw zeggen van, nou, ik weet al wat kaken is, hoor. Het is namelijk dat je, hè, dat is... Een proteïne gezichtsmasker. Ja, een proteïne gezichtsmasker. Ja. Maar dat... Wil je een koekje? Ja, reuze lekker. Dank je. Lekker. Wil je er ook nog een, Nelson? Nee? We zitten al helemaal vol. Maar dat is met volwassenen en kinderen natuurlijk ook altijd zo. Als volwassenen dan, of die nou verkleden zoals Sinterklaas of Zwarte Piet of Kerstman. Maar die is vaak wel geneigd om een knipoogje te maken onder volwassenen, terwijl daar kinderen bij zijn en daar dan... Er zit toch altijd op een of andere manier, of volwassenen moeten onder elkaar nog eventjes... Je moet gewoon de microfoon dichterbij hebben. Even zo van, hè, hè, hè. Dan maak ik ze een grapje en die alleen volwassenen begrijpen. Als u wat recht erop zit. Nou, zijn we trouwens begonnen? Gaan we beginnen zo? Ja, we zijn lang live. Oh, nee. Het is al vanaf de sound of sounding. Nee, we doen niet live streamen, dus... Nee. We beginnen nu gewoon lekker organisch. Okay. Dan moeten we even een beetje microfoon goed bij je mond houden. Mm-hmm. Als je zo gaat zitten, dan is het al niet meer te verstaan. Nee, je gaat heel erg snel, ja. Ja, maar je mag, kan hem gewoon vastpakken en zo rondbewegen, ja, voor jezelf. Ja, mobiel, dus ik moet een beetje meedenken met de techniek. Zo. Maar begrijp ik, ja. Zo. Dat je goed in beeld blijft. Yes, juist. Want mensen willen je graag zien, ga ik vanuit. Ja. Ja. Ja, ik ben lang geleden in beeld geweest, hè? Oh. Je had het net over de culturele verdette. Culturette verdette. Culturette verdette. Ja, maar goed. Dat is Porgje Wulk. Wulk. Want je hebt heel veel verschillende soorten typetjes. Ja, deed ik als project. Deed je? Ja, ik doe het niet meer. Je doet het niet meer? Nee, dat is gewoon, dat was een leuk project. Oké. Okay. En wat ik kan herinneren, je had echt de auto met het podium wat openklappen en alles. Mm-hmm. Heb je dat nog wel? De nee. Auto? Ook niet meer? Jeetje, wat is er veel veranderd in die korte tijd. Ja, je moet soms je moet ook een beetje meegaan. Met de tijd, ja. Ja, ja, dat is het. Je kunt wel... Kijk, de vorm van iets... Vorm. Is een manifestatie van wat erin zit. En als dat wat erin zit verandert... moet de vorm ook veranderen. Oké, wacht even... Je begint met een... Je wordt geboren in als een klein, heel klein celletje begint je leven zo. Ja. En dat wordt dan bevrucht. Eerst was het celletje alleen van je moeder. Maar toen er een zaadje bij kwam, was het ook een eitje van je vader. Ja. Je vader maakte het eitje zich eigen. En voilà, daar begint jouw leven. En zo gaat dat dan ook met ideeën. Kom je op aarde. Ja, je komt in een gezin, in een land ben je geboren. En je vraagt je af, goh, wie zijn die andere mensen dan? Zijn dat ook Nederlanders? Ja, dat zijn ook Nederlanders. Oh, ja, die praten ook allemaal hetzelfde als jij.
En voor je het weet denk je van, nou, ik ken Nederland wel, ik ben wel een Nederlander, ik weet wel wat Nederlander zijn is. En totdat je een heel rijk iemand ontmoet die een heel ander idee heeft van Nederlander zijn, of je bent bang voor een arm mens, of je denkt, ik hoop nou nooit arm te worden, dat ik zo word als die sloeber daar, als die eenzame man in dat huis. Mm, mm. Die niks beter te doen heeft dan zichzelf als een lul te trekken de hele dag. Of ja, whatever. Ja. Hè? Bedoel, je hebt allemaal een negatief beeld van arme mensen, paupers. En we willen graag rijk zijn, zo groot mogelijke auto. En de meeste mensen hebben ook wel een negatief beeld van rijke mensen. Ook dat, ja. Dus bedoel, is het niet gewoon dat iedereen een negatief beeld heeft van andere mensen? Ja, een realistisch beeld ontbreekt wel eigenlijk. Van wat zijn andere mensen dan? Wie zijn andere mensen dan? Wie ben jij? Maar was dat, je hebt dus een hele lange tijd, tenminste in mijn beleving was het echt wel een flink aantal jaar, ben je bezig geweest met typetjes. Ja, ik ben altijd geboeid geweest door het idee dat je wie je bent, dat het ook niet iets statisch is. Weet je, je bent nooit iemand. Als je net opgestaan bent en je haar zit niet goed en je slaapt nog in je ogen, dan ben je al een ander mens. Ben je al niet toonbaar? Ik ben niet toonbaar, hoor. Nee, ik moet eerst even douchen en dan eventjes haar kammen en dan ben ik weer zoals ik moet zijn. Zoals ik toonbaar ben. Ja. Nee, maar je bent altijd iemand. Als je net wakker bent ook. En, dat lijkt mij heel vanzelfsprekend. Ja, heel normaal. Maar goed, iemand die je lief hebt, die naast jou wakker wordt, accepteer je dat. Maar als iemand anders zomaar anders is, nee, je wil wel weten waar je toe bent als je iemand kent. Je wil wel dat die persoon jou benadert zoals die altijd is. Zo is het met de kerstman. Hè? Als dat ome Piet is die als kerstman verkleed is het ook een beetje raar dat dat opeens ome Piet is, terwijl het de kerstman was. Ik bedoel, je hebt verwachtingen van het uiterlijk van iemand. Ja. En maar ook in een hele. Ik vond het met die corona. Maar is het niet ook heel erg omgedraaid? Wat je nu zegt, dat je hebt die typetjes gehad, die hebben allemaal voor een deel hun manieren, maar ook hun kleding. Dus het is ook een soort van, is het niet ook de manier waarop iemand zich gedraagt en kleedt, wat het verwachtingspatroon schept misschien? Ja, natuurlijk. Je probeert ook een. Kijk, als je kijkt naar een rol, wie iemand is. Dan kijk ik eerst van wie ben ik vanuit de situatie. En daaraan pas ik een rol. Zoek ik een rol. Iemand die zich aanstelt, krijg je natuurlijk al gewoon een stemmetje van. Ik vind het allemaal maar verschrikkelijk. Hè. Ik kan alles laten weghalen. Nou ja, iemand die klaagt, iemand die zuurt. En dan kun je vanzelf, als je daar een stemmetje bij hoort, kun je de rest er ook wel bij verzinnen. En dan komt er iets van een lullig pakkie of een mooie strapdas. Mannen hebben natuurlijk weinig keuzes altijd. Hè. Die hebben of een maatpak van welke soort dan ook. Een mooie Italiaanse snit. Of is het een oudbollig pak of zo'n glimmend pak. Nou, je hoeft niet altijd een pak te dragen. Je hoeft ook tuinbroeken aan. Of een jurk. Ik vind sowieso mijn hele uiterlijk. Ik vraag me altijd af hoe moet ik eruit zien. Nou, ik vind het helemaal niet zo belangrijk. Tenzij ik een typetje speel, dan weet ik wel hoe ik eruit moet zien. Maar ik bedoel, jullie zitten nu ook heel heel gedefinieerd uit. Ja, dat dus is eigenlijk daar sinds, is ook wel weer over nagedacht. Nou, sinds ik met die COVID bedacht van, goh, ik kan eigenlijk gewoon een keer mijn snor laten staan, weet je. Want als je iedere keer als mevrouw de deur uit moet. Ja, dat is wat lastig. Ja, dat zat ook in mijn pakket. Ik kon mannetje of vrouwtje zijn. Dus het was vrij arbitrair. En dan maakte ik natuurlijk niet de keuze om een snor te dragen. Want anders maakte je weer een statement als vrouwtje met een snor. Ja, welke vrouw heeft een snor? Ja, dan moet je toch. In Nederland komt het niet zoveel voor. Het is een beetje een stereotype. Ja, het circus, ja. 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 Of het Songfestival. Ja. Misschien. Ja, het is ook een circus. Maar oké, wacht even. Ik kan wel even terughalen. Ja. De verwondering vanuit verschillende rollen naar het leven te kijken. Dus niet in het in de veronderstelling te staan, altijd maar te weten wie je bent. Ja. Maar gewoon de toevlucht kunnen nemen tot verschillende rollen. En die ook in uiterlijke vorm benadrukken. Daarin participeer je ook in je omgeving op een andere manier. Ja. Als ik stellig zou kiezen voor het uiterlijk van, noem het maar even de Franse kunstenaar. Hè, de moustache, hoe is zo'n petje ook alweer? Een baret. Een baret en dan een
stakbord onder de arm. Ja, ja. En zo'n nee, gestreept, zwart nee, gestreept. Ja, maar bedoel, er, is, er, zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk archetypen voor bepaalde beroepsgroepen. En je kunt je even direct voorstellen wat daar voor idee zou kunnen leven bij de mensen als van de kunstenaar. Maar als je als kunstenaar dan zo stellig in de maatschappij zou verkeren, heb je een heel andere dialoog met mensen. Als ik mij... Bijvoorbeeld Daan Rozengaarde, kijk eens naar hoe hij eruit ziet. Met zijn mooie, ja, met zijn kooltrui aan, een mooi jasje. En... Ja, maar hij wil nou eigenlijk voor een soort van Steve Jobs-vibe. Ja, eigenlijk zie je dat ook. Dat je daar een soort van, ja... Maar hij noemt zich ook geen kunstenaar, toch? Hij noemt zichzelf uitvinder. Nee. Maar goed, het is dus maar het is wel een rol in de maatschappij. Die ook, ja, dat is, geef je een andere dialoog, een andere... Ja. Maar dat is iets waar je heel bewust voor kiest. Ja, zeker. En wat is wat nu, waar kies je nu voor? Hoe je er nu uitziet? Waar ik nou voor kies, ja. Voor mezelf. Voor een gevoel van hoe ik me voel. En, en ook een zekere mate van gemakzucht. Ik vind het gewoon... Ik wil eens zien hoe ik eruit zie. En dat komt vanzelf dan wel. Ja, een bloem doet ook geen moeite om een bloem te zijn, toch? Nee, dat is waar. Ja. Maar ik vind het eigenlijk wel interessant. We zijn van... we gaan heel snel over jouw geschiedenis met typetjes heen. Ja. En, ik vind het eigenlijk wel heel interessant omdat het tot stand gekomen is. Want dat is ook een proces. Mm-hmm. Je bent ergens op een punt gekomen waar je bent begonnen met typetjes. Heel mooie, mooie goede vraag. Vind ik een hele leuke vraag. Ik heb de Aki gedaan. Niet afgemaakt trouwens, maar dat... Ja. Dat is weer een apart verhaal, maar daar ga ik niet al te veel op in nu. Maar welke manier was dat? 1990. Oké. Okay. Ben ik begonnen en in 92 gestopt. Naar 93 gestopt. Maar dat was een... voor die Aki was ik al... Had ik als jongen had ik een cassette opnameapparaat. En daar kon je dan... Ja, met een microfoon je stem opnemen. En dat vond ik erg leuk om te doen. Typetjes spelen voor de cassette recorder. En daar kon ik vreselijk plezier om hebben. Gewoon huisvrouwen die de radio belden. Of een verhaaltje van... je verzint allerlei dingen. Maar het was dus een... Ja, ik schilderde als jongen heel veel. En mooie schilderijen op het land en zo. Met mooie boerderijen en zo. Maar ik vond het wel heel erg leuk om in stem ook iets te doen... Geloven. Je ziet iemand niet. Je hoeft je ook niet te verkleden. Het is toneel. Ja. Maar het komt gewoon via het geluid komt het naar je oor. Dus als je een andere stem probeert... dan krijg je al direct een andere persoon aan in je voorstellingsvermogen. Dus als ik een huisvrouwtje speelde... hoef ik alleen maar mijn stem te veranderen. Ja, met mevrouw Van Mursel. Ik zit hier met een probleem. Ik krijg die papieren niet voor elkaar... Nou, kun je je voorstellen, dan zie je die vrouw dramatisch. Je ziet gewoon iemand die daar moeite, problemen heeft. En dat vond ik dan prachtig. Ik denk, god, dat neem ik op. En toen kwam ik dus op die Aki. En daar, de hele procedure in die beeldende kunst terechtkomen, daar zat helemaal niets. Daar zat een ballotage. Hè? Dus mensen kijken van wat kun je? Nou, jij kan natuurlijk tekeningen en schilderijen. Maar die hele cassettebandjes, daar kwam helemaal niet aan de orde. Dat ik daar ook deed, audio, kunst. Was het kunst? Het was een experiment. Maar toen ik daar eenmaal in die Aki rolde en we deden allerlei... Ja, we maakten van alles. Kwam op een gegeven moment Harry Bruusje. Ik weet niet of je die naam zegt. Harry Bruusje. Ja. Met dus een opdracht om werk te maken vanuit verschillende alter-ego's. Hij zei, ieder mens heeft verschillende alter-ego's. Zoals ik net al zei, van als je opstaat ben je al een ander mens. Je moet eerst even toon maar maken en dan ben je weer iemand anders. Of dat je wil zijn. En dat zit in alles. Je bent vader of moeder, leraar. Sommige mensen maken van hun beroep een heel ding. En dat zijn ze dan ook. Ik ben dokter. Mijn dokter, ja. Dikke auto. Ja? Het moet allemaal. Het wordt zelfs verplicht gesteld hè, als arts. Dat je een toonbare goede auto moet hebben. Echt waar? Ja, het wordt... Door wie? Het is maatschappelijk. Er zit een artsenconglomeraat ergens. Iets van die je ook berispt als jij bijvoorbeeld... chique auto hebt.
Nou, als je bijvoorbeeld verkeerde medicijnen voorschrijft in een tijd van COVID, dat je dan niet dat vaccin wil pushen. Maar dat heeft nog niet direct invloed op wat voor auto je rijdt. Maar er zit een soort van hier, daar zit dus echt een. Er wordt, ben je, als je arts bent, wordt je gepusht om een goede auto te kopen. En niet een. Dat je in een Maar dat is meer de onuitgesproken verwachting die mensen hebben van een arts. Maar je wordt er ook op aangesproken als je in een aftans autootje rijdt. Je wordt geacht de. Er zijn dus geen. Die rol geen, een beetje geen artsen van het volk. Nee. Nee. Er moet echt een. Dat is wel. Er wordt echt aangemoedigd om ook die rol wat stelliger in te nemen. Dat je dus wel die. Dat jij ook in die Tesla rijdt bijvoorbeeld. Dat je wel eventjes goed aandenkt dat jij die rol hebt. Ja. Maar fijn. Dus ik kom dus in die opdracht terecht van Harry Brusje. En dat spreekt mij enorm tot de verbeelding. En daar blijf ik ook echt een tijd in. Ik vind dat vond dat een fantastische opdracht. Ik maakte dus dingen, schilderijtjes vanuit de verschillende rollen. En goed, elke opdracht is op een gegeven moment klaar. Hè? Je hebt een werkschouw en dan is dat weer afgelopen. Maar dat bleef hangen in mijn hoofd. Dus Harry, bedankt voor jou. Ik heb hem wel eens vaker voor mij gezegd dat ik dat echt waardeerde. Maar dat is dus. Dat is een invloedrijke docent geweest. Ja, dat is een invloedrijke docent, ja. En dat. Ja, daar ga je mee verder. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk de desillusie van wat een academie voor je betekent in eerste instantie. Wil je in dat galerie-circuit, wil je daarin voldoen aan de vraag van de markt? Schilderijtjes maken, beelden maken, installaties maken, video's maken. Is dat lucratief? Hoe moet je daarin? Hoe ga je dat vermarkten? Nou ja, ik zag dat. Nu, het format wat daarbij hoorde, sprak mij niet aan. Ik zag daar ook geen brood in. Maar, zoals de kunstenaar, de inspiratie heb je of je hebt het niet. En je hebt het talent voor dingen of niet. Dus je gaat ermee bezig en ik vond het erg. Ja, ik dacht ik ga maar leven. Ik ga er maar het beste van maken. Maar dat, waar het bloed kruipt het toch of zoiets was het, hè? Waar het bloed gaat, kruipt het toch of zoiets. Dus ik dacht gewoon niet gaan kan. Ja. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Waar het niet gaan kan. Dat is het. Ja. Dat is het. Maar is het niet zo dat... Ik hoor je praten over twee heel verschillende maakprocessen. Dus 2D schilderen, tekenen en dat soort dingen. En audio. En zit daar voor jou een... Is er niet op een bepaalde manier met elkaar verbonden? Ja, dat is heel interessant. Ik merk vooral dan als je verderop in je leven komt... merk je hoe het creatieve proces elkaar versterkt. Ik ben in eerste instantie ben ik kok geworden. Dus ik was werkzaam voor Barberini Catering op de Aki notabene. En we leverden ook aan het Rijksmuseum Twente. Nou, mijn directe baas werd ziek. En ik rolde het Rijksmuseum Twente in de catering. Dus daar ben ik een tijd lang, 6 jaar, bedrijfsleider geweest van het Museumcafé. En daar komt het koken en het bereiden en presenteren en het aansturen van een team komt daarbij. Dus er komt een hele functie erbij. Maar we zitten hier in Villa de Bank en ik praat nu over een periode waarin ik bij het Rijksmuseum werkzaam was. Maar ik huurde ook het atelier hier in dit gebouw. Ja. En ik vind het erg leuk om hier te zijn trouwens, want het voelt ook heel erg thuis. Ja, is het veel veranderd, dat gebouw? Nee, het gebouw is niet veranderd. Nee. Nee, alleen de ateliers waar je nu zit. Ja, dit is dus ook vroeger een atelier geweest. Ja, dat was het atelier van Teun. Maar ik zat hier dus boven. En dan ga je links de trap op. En dan ga je links direct loop je naar een deur. En daar zat mijn atelier. Ja. En daar maakte ik ook werk met het thema. Dat ziet er lekker uit. dat ziet er lekker uit. Ja, ja. Ik verbaasde me over, toen ik in het Rijksmuseum werkte... toen verbaasde ik me over het verschijnsel dat iets er lekker uit kan zien. Wat materiaal werkt hier dan? Met siliconen. Mm. Daar deed ik dan kleurstoffen bij. En die kleurstoffen die zorgden ervoor of het materiaal transparant werd. Siliconen is al transparant. Maar als je daar dan genoeg wit bij doet bijvoorbeeld... of genoeg... pigment, dan krijg je op een gegeven moment dat het niet meer lichtdoorlatend is, maar dat het gewoon net zoals een vel papier
reflecteert alleen. Ja. Maar als het, hoe minder je de pigment in doet, hoe transparanter het blijft. Zoals een tomaat, je snijdt daar een plakje van, dan schijnt het licht nog door. Ja. En dat is dus heeft het effect dat je denkt, oh, dat is sappig. Daar kan ik in bijten. Een druif ook heeft ook een soort lens-effect. Dat schijnt het licht doorheen. Dat is transparant van binnen. Dat zie je ook aan een druif. En dat is ook de interpretatie van, hey, een goede schilder laat dat ook eerst een schilderij zien, dat die druif transparant is. Of dat een blok ijs, dat daar een prismawerking in zit. Mm-hmm. Dat je kleuren krijgt, zoals bij in de regenboog. Maar dat je dat als je een goed schilder bent, dan doe je dat in je, dan laat je dat zien. Ja, maar dat is dus in plaats van met kleurwerk, of ja, je bent met licht bezig in plaats van met licht bezig. Ja, dat was ook in die periode dat ik dus op het Rijksmuseum werkte als man in de catering, had ik daar een rol en ik kon op die manier toch in het kunstcircuit. Ja, ik vroeg mij altijd af, wie zijn die mensen? Wie bepalen nou wat kunst is en wat niet? En wat is, ik kwam als jongen van 17 heel veel bij een galerie in Aanen, waar ik woonde. Ik woonde in de Krim en ik moest altijd naar school fietsen. Een vriendin van mij, haar vader was kunstenaar en ik had er een feestje gehad. Halloween party. In mijn dorp had nog nooit iemand van Halloween gehoord. Maar naast dat ponypark, wat ook bij ons in de buurt, en daar woonden ze naast. Daar hadden ze een Amerikaan op bezoek en die maakte kunst. Er stonden auto's, de Cadillacs. Alsof ze uit een vliegtuig waren gevallen, stonden ze rechtop in de tuin. Oh, dat was. Weet je nog wie dat was? Dat was Adrie de Fluiter. Ah, die naam komt me wel bekend voor. Adrie de Fluiter, die maakte die Cadillacs, die uit de lucht waren. Maar Angie kwam uit Amerika, die gaf dan een Halloween party met punch. En we hadden films en we hadden hartstikke leuk. Iedereen verkleed, die boeren ook. Hè? De boeren uit de omgeving. Nou, nooit van kunst gehoord. Oh god, aap, wat een mooie schilderij. Wat kost dat nou? €3000. Man. Dat is nog duurder dan in de winkel. Ja? Ja. Geweldig. Wat een gedachte, of niet? Maar goed. Maar daar werd dus, je hebt dus eigenlijk. Die kwamen dan verkleed. Ja, dat is best wel een mooie externe invloed die je dan op jonge leeftijd hebt gehad. Voor mij was dat kunst de eerste ding wat ik. Dus ik kwam bij die galerie, zoals ik van huis fietste. En dan kwam ik in die galerie en ik dacht, goh, nou ja. Er stonden overal vitrines, overal schilderijen. En op een gegeven moment kwam ik bij een kast. En in die kast stond een stapeltje foto's. En ik vroeg aan die mevrouw, Woppie. Mevrouw, mag ik die foto's ook even bekijken? Ja, zegt ze, dat mag. En ik kijk naar die foto's, sta ik daarop. Ik denk, hoe kan dat nou? Die mevrouw kent mij helemaal niet. Ik sta op die foto's. Maar dat was van het feestje van die. En toen merkte ik dat die kunstwereld verbonden was, dat die mensen elkaar kenden. Want ik was natuurlijk een jaar of 16, 17, dus wat wist ik daarvan? Wat de wereld was en wie kende. En op een gegeven moment kom je erachter dat het een circuit is, dat het een beroepsgroep, dat die elkaar ook contacteren en dat die het idee maken van wat kunst is en waar het dan over moet gaan en waar die mevrouw voor staat en hoe dat werkt met een galerie, dat je daar persberichten verstuurd voor een tentoonstelling. En dat daar kunstbladen zijn die jouw advertentie dan plaatsen. En dat mensen weten wie die galerie is en wat die kunst dan is. En je ziet de hoogst opgeleide mensen die dan heel erg bezig zijn met zichzelf en met hun bedrijf en met hoe serieus ze in het leven staan. En die willen dan ook graag verstand hebben van kunst. En dan komen ze, meneer en een mevrouw komen dan in die kunstwinkel, in die galerie. En die kijken dan naar dat werk en vragen dan af. Schrijven af, ja, mogen wij dit wel mooi vinden? Ja, dan mogen jullie mooi vinden. En wat kost dat dan? En zo en zo. Ik heb ook kunst verkocht, was een jaar of 17. 17. Ja. Mijn vrouw was naar Japan. Ik mocht op de galerie passen. Ik had nog geen Aki gedaan. Hoe ging dat? Dat was fantastisch. Ja? Er waren gewoon mensen die kwamen kunst kopen. En dan ging ik dat. En jij moest als expert optreden. Die mensen die praten over kunst, maar wat is dat pretentie? Hoort daar pretentie bij? Wat is kunst? Gaat er over kijken, gaat er over ervaren. Dus daar praat je dan gewoon mee en die kopen dan een schilderij. Nou, wat was dat toen? 1400 gulden of euro, gulden? Ja, gulden was dat toen al. Ja, vond ik heel spectaculair. Ik denk, goh, dus als ik een schilderij maak, dan is dat €1000.
1000 gulden, weet je zo. Wat moet een schilderij kosten? Wat kost dat dan? Hoeveel werk zit daarin? Ja. Er was ook een mevrouw toen ik bij het Rijksmuseum werkte. En die was, haar man was voorzitter van de Ronde Tafel. Wat is dat, de Ronde Tafel? Ronde Tafel is een soort, is een serviceclub, net zoals de Kiwanis. Rotary. Rotary. Ja, okay. Rijke mensen die ook die graag wat goeds willen doen voor de wereld. Ja. Dat dan, is dat iets lokaals of is dat echt nee, een... Nee, zo heel groots. Dat is okay. Heel groot. Dat zijn dan van die organisaties. Die kopen ook scholen en die gaan naar landen toe. Die zorgen voor heel veel dingen. Maar goed, wat is de adel? Wat is de waar kom je terecht als je... Wie vertelt jou wat je moet worden? Niemand. Maar waar je leeft, weet je wel. Je hebt een idee van welk land je leeft. Wat de ideeën zijn van je land. Waar je juichen voor juichen moet als er een doelpunt gemaakt wordt. Ja. Wie scoort er eigenlijk? Als we met elkaar feest hebben, omdat het Nederlandse elftal gewonnen heeft. Waar ben je trots op? Of waar ben je boos op als je land iets doet? Je hebt het nu een paar keer over land gehad. Ja. Hè? Maar ik ben wel benieuwd waarom dat terugkomt. Dat heeft te maken met die identificatie. Dus steeds dat idee van wie ben ik? Welke rol heb ik? Waar ben ik eerlijk? Ik bedoel, als jij verschillende rollen speelt... Wie ben je dan zelf? En als de ene rol vraagt, zegt ja. En de andere rol zegt nee. Waar, hoe verenig je dat dan met je persoon? Mm-hmm. Lieg je dan als je de ene bent? Of ben je eerlijk als je de ander bent? Maar je hebt het over hele alledaagse dingen. Ja, toch? Omdat het geïntegreerd wordt in mijn persoon. Ik vraag me af. Ik heb me heel lang afgevraagd, wie ben ik? En welke rol speel ik in de wereld? En wat is die wereld dan? Ik ben een individu. Maar ik ben ook deel van de wereld. Ik ben ook deel, ik identificeer me ook met anderen. Ik ben Nederlander, ik ben Enschedeer. Ik vind dat dus een heel essentiële vraag, die steeds in alles terugkomt. Het gaat over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de wereld. Dat is de rol van de kunstenaar, vind ik. Wie ben je en wat is je rol? En hoe verhoud je je tot de wereld en wat is de invloed die je daarop hebt? Kijk, een politicus die is alleen maar uit op invloed. Die wil graag beïnvloeden, want hij is bestuurder. Mm-hmm. En besturen heeft alles te maken met invloed uitoefenen op waar het naartoe gaat met de hele club. Maar kunstenaars zijn beschouwers die input als beschouwer hebben en output in de vorm van informatie of hun gedachteproces en hoe ze dat dan willen beïnvloeden in de vorm van kunst. Als je iets doet als kunstenaar, dan ben je niet alleen maar aan het vervaardigen van een investeringsobject bijvoorbeeld. Nee, dat mag ik hopen. Mag ik hopen dat dat niet zo is? Nee. En dat die typetjes, of dat hele doen alsof je anders bent. Misschien zijn het wel onderdelen van wie je echt bent, maar je doet je op dat moment anders voor dan dat je... Adaptie, aanpassen. Ja. Ja. Is dat aanpassen of is dat... proactief aanpassen. Dus je kunt... reactief aanpassen. Je kunt proactief aanpassen. Maar wat is het verschil voor jou? Kijk, op het moment dat je in een situatie terechtkomt en je gaat met de stroom mee, dan ben je aan het aanpassen. Reactief. Maar als je proactief aanpast, dan ben je de wolf in schaapskleren. Mm. Hè, die zich presenteert aan de kudde. En dan ondertussen... zijn slag slaat. Okay. Je bent proactief. Je hebt je niet als wolf opeens tussen de schapen gevonden en dacht, goh, laat ik maar eens een schapenpakje aantrekken. Nee. Je bent heel doelbewust ingestapt. Ging je daar zo in, ja. En dan kom je op een punt waar je dus die typetjes gaat vormgeven. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe ben je daarbij die typetjes mee gaan doen? Ja, dat begon met de hoorspellen. Ja, dat je je afvraagt van, hoe ziet die persoon er eigenlijk uit die ik nu gespeeld heb? Hoe zou die, welke jurk zou ze aangetrokken hebben? Of welke pet heeft die man op? Of heeft die, rookt die pijp? Of, dat zijn allemaal van die gedragingen van mensen. Sommige mensen zijn heel erg repetitief. Doen altijd hetzelfde. Alles in een cadans, een gewoonte. Familierituelen, ritueeltje hier, ritueeltje daar. Mensen zijn zich vaak helemaal niet bewust van hun
een repetitiegedrag. En ja, ik ben me voortdurend bewust. Zodra ik iets repetitiefs doe, denk ik bij de tweede keer al van, dan gaan we weer. Ja, vind je dat vervelend? Nee, maar als ik het weet, bedenk ik er vaak een oplossing voor. Ja. Want als iets vaker moet, kan je dat misschien wel handiger doen. Ja, nee, precies. We hebben altijd een uitspraak van, je weet aan het einde, als je helemaal klaar bent, pas hoe het makkelijkste gaat. Ja. En dan denk je dat, oh, voor de volgende keer weet ik het. Ja. Maar dan zit er toch altijd wel weer een kleine learning curve aan, dat je weer op hetzelfde punt bent. Ik ben Wat vind je dan uit? Ja, uitvinden, dat is een heel breed begrip. Maar je kunt, ik kan mijn mappen wel bijhalen van wat er allemaal aan ideeën zijn. Maar het gaat altijd over kijken naar het probleem wat er eigenlijk ligt. Technische tegenstelling vaak. En het beoogde doel wat erachter ligt, achter handelingen, achter het gebruik maken van materiaal. Vogels bouwen nestjes bijvoorbeeld om daar eitjes in te kunnen leggen. Nou, ja. Kan dat handiger? Ik heb nog nooit een vogel een opblaasnestje zien opblazen. Maar dat had natuurlijk best gekund. Een opblaasnestje. Voor zolang het duurt dat het eitjes uitgebroed moeten worden. De natuur komt niet met dat soort oplossingen. Maar een mens kan dat wel. Men kan wel dingen bedenken als een opblaasbaar huis of een... Of een koffiedekseltje met het systeem van doordrukstrips. Hè, zoals je dat bij tabletjes kent. Waardoor je dus je keuze aan suiker, melk of een toegevoegd smaakje aan je thee... gewoon indrukt als keuzeknop op je deksel. En dan valt het in je koffie. Ja, dat ja. soort ideeën. Of, ja, heb je ideeën die in productie genomen? Ik heb een vitrine bedacht. Een polarisatievitrine. Waar ik gebruik maak van polarisatiefilter. Mm-hmm. En voor de mensen die fotografie kennen of hebben gedaan... die kennen het effect van polarisatie. Dat je als je twee filters neemt... het licht heeft een tweedimensionaal karakter. Dat is als het gepolariseerd is op één manier... maar door een polarisatiefilter kan. En dat licht wat verticaal gepolariseerd is... kan dus ook alleen maar door een verticaal gepolariseerd filter. Ja. Dus wat gebeurt er als je gemengd gepolariseerd licht door een verticaal gepolariseerd filter laat? Dan komt alleen het verticaal gepolariseerd licht daardoor. Dus als je daar een tweede polarisatiefilter achter zet, haaks op het verticale polarisatiefilter, dan betekent het dus dat het licht wat er doorheen komt verticaal gepolariseerd raakt en vervolgens een horizontaal gepolariseerd filter tegenkomt en dat dus niet door kan. Ja. En dat zie je aan de andere kant zwart. Nou, zo heb ik een diagonaal, dus schuin gepolariseerd filter gebruikt om een tentoonstellingsruimte, een vitrine, te omhullen. En als je daar dan naar kijkt, dan zie je alleen de inhoud van je vitrine, maar nooit de achtergrond. Het is altijd een zwarte achtergrond die met de kijker meedraait. Dus dat geeft je een prachtige mogelijkheid om je werk wat je tentoonstelt te isoleren van de achtergrond. Ja. Nou, dat is dan dat is echt waar heel ik mee tof. Aan het werk geweest ben. Maar dan kom je ook weer in een heel mooi verhaal terecht. Met een heel leerzaam verhaal vooral. Maar weinig succesvol verhaal. Is dat je ziet dat de wegen naar het patent en de exploitatie... dat vol met hobbels zit, juridische hobbels. Mm-hmm. Maar vooral ook met dat je... financiële armslag moet hebben om juridische bescherming te krijgen. En hoeveel aasgieren je daar onderweg tegenkomt. Want dat pad is natuurlijk al een heel oud pad. Dat heeft Nederland als een van de pioniers aangelegd. Om te zorgen dat mensen die ideeën hebben rechtsbescherming krijgen. En die rechtsbescherming is inmiddels valt geheel ten deel aan de grote spelers van de industrie. De kleine krijg ik juist geen kans om in die wereld succes te hebben. Dat is een ontdekking. Die maakt ook dat je denkt van, oké, zo zit het in elkaar. Nederland is heel erg veranderd de afgelopen tijd voor mij. Ja, ja. Oké, wacht even. We beginnen bij de eerste aanraking met de Amerikaanse cultuur. Dus dat Halloween. De Halloween party. Ja, precies. Ja. Ja. De kunstacademie. De uitvinder in jou komt naar boven. Ja.
Je hebt het over het land, of je volk, ja, je thuisland gehad en dat soort dingen. Dus die identiteit, zeker nationaliteit, speelt een belangrijke rol daar ook in. En hoe kijk je daar nu naar dan? Ik bedoel, het is een beetje een vies woord geworden, hè? Nationalisme of trots zijn op je land. Ja, ik ben wel trots op mijn land. Ja? Ja. Ja, op wat voor manier? Hoe ervaar je het? Nou, hij geeft, kijk, een geboren worden als Nederlander geeft je een unieke culturele opportunity als geest. Want je bent immers een geest in een lichaam. En mijn geest is hier ook geland, in Nederland. En je kijkt naar ook de geschiedenis van je land. Wat voor mensen, in welke geest was dat mogelijk wat wij hier hebben gecreëerd? Antonie van Leeuwenhoek bijvoorbeeld, hè, de uitvinder van de microscoop. Mm-hmm. Op het moment dat een mens door een microscoop kijkt en kijkt naar de werkelijkheid, dan ziet hij iets anders, een andere wereld dan die wij zien. Dan de koopman zag, dan de handelaars in Nederland zagen. Het veranderde de blik van de Nederlanders toen zij die andere realiteit zagen door die microscoop. En die was ook echt. Die had te maken met bacteriën en cellen. Dat hebben we niet over iets wat in 1990 pas uitgevonden is. Nee, dat gaat over honderden jaren terug. Mm-hmm. En ik vind dat bepaalt wel. Ik bedoel, cultuur heeft een betekenis. En de mensen in dit land werden daar dus toen mee geconfronteerd. En dat heeft het land veranderd. Maar Nederland heeft natuurlijk het karakter van een land waarin de vooruitdenkenden niet de tendens een beetje aan de kant wilden zetten en iets nieuws wilden bestuderen. De ruimte kregen om dat ook te doen. Ja. En Spinoza en dat soort. Eibe Eisinga, kijk eens bijvoorbeeld in Friesland. Mm-hmm. In Vergaaneke, geloof ik, was dat. Gewoon een planetarium, dus een edelman destijds. Hè? Bouwde dus met het inzicht wat hij had over de kosmos, over de ruimte, over ons zonnestelsel. Bouwde daarmee met tandwielen een apparaat. Waarbij je dus in dat huis, ik ben er ook geweest, dat je dan ook inderdaad de omloop van de aarde rond de zon kunt zien. En zelfs er zit een apart mechaniek om de maanbewegingen ook exact conform de werkelijkheid. Hè? Dus er is een model achter. En die Eisinga die gaat vanuit dat model gaat die iets bouwen. Waardoor we allemaal dingen zien die ook kloppen met de realiteit. Het is een klok. Dat je zegt, van hoe laat is het nu? Dat jij zegt, het is 5:00. Ik zeg, ja, verdomd, bij mij ook. Klopt. Het apparaat doet iets wat in de werkelijkheid ook klopt. Weet je zo? Ja. Dat is iets, dat nemen we allemaal maar gewoon voor gewoon aan. Maar dat is de grote slag. Dat je je model kloppend maakt met de realiteit. Dat je idee in je hoofd klopt met wat er buiten is. Binnen is buiten. Maar is dat echt iets heel Nederlands dan? Ik vind dat wij een van de eersten zijn, ja. Het valt wel op. Het valt me echt op dat we heel, dat we niet alleen de bevindingen voor opportunity of voor mogelijk achten, maar dat we er ook iets mee gedaan hebben, het geïntegreerd hebben. En hoe correleert dat nou vandaag de dag dan? In de visie. Dat je ziet dat wij anticiperen, niet alleen, niet reactief, maar proactief. Mm-hmm. Dat wij als land dingen hebben bewerkstelligd, veranderd, de durf hebben gehad om dingen te doen. Ook en wat voor dingen heb je het dan over? Nou, kijk eens naar de VOC. Hè, naar onze, wat wij hebben gedaan. Ik weet niet of je in reïncarnatie gelooft. Heb je? Nou ja, ik kan me er niks van herinneren. En ik heb, dus ik kan wel van zeggen, nou, dat ja, ik heb er geen bewijs voor gezien, maar dan sluit ik heel veel potentie af. Ik sta open voor het spel met het idee. Ja, zeker. Ja, jij gelooft er heel erg in reïncarnatie. Ik weet nog niet precies hoe wat het exacte format is, maar ik heb me altijd heel erg verbonden gevoelen met Rupert Sheldrake. Wie is Rupert Sheldrake? Rupert Sheldrake is een wetenschapper die zich manifesteerde aan mij in het programma van de VPRO met Wim T. Schip of Wim Keizer, die interview hield met een aantal vooraanstaande natuurkundigen. En van allerlei natuurkundige biologen. En ook
Rupert Sheldrake. Ik was toen destijds bezig met het schrijven, naar aanleiding van een helderziende ervaring die ik heb gehad, om eens te begrijpen, goh, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe kun je nou in de toekomst kijken? Hoe kan nou zich iets wat zich nog wat moet gebeuren, zich aan je manifesteren in de vorm van een film? Hoe kan dat nou? Het is, in onze maatschappij blijft dat hangen vaak in wel eens niet eens discussies, noem ik het maar. Van, goh, helderziend, ja, er is wel meer tussen hemel en aarde. En vervolgens stopt alles. En dan is er geen dialoog meer. Van, ja, jij hebt iets meegemaakt en de ander begrijpt het niet of gelooft er niet in. Of, ja, ik zie gewoon dat ik een filmpje heb gezien over iets wat gaat gebeuren en daadwerkelijk gebeurt. Ik noemde net die galerie waar ik mm-hmm. kwam. Mm-hmm. Op een middag kom ik daar aan. Die vader van die vriendin, die had een tentoonstelling in Hardenberg. En ik had daar 's middags bij die opening was ik geweest en ik reed met mijn fiets terug naar huis. Ik dacht, ik ga nog even langs die galerie. Stond Woppie daar voor de galerie. En zei, dag Sherry, dag. Ze was aan het praten met een mevrouw. Ik zette de fiets weg en die mevrouw die stond ernaast. En ik zei tegen die mevrouw die ging, ik werd even voorgesteld zo. En die mevrouw ging weg. Maar ze was haar fietssleutel kwijt. Mm. Nou, ik zeg hoor. Ik weet waar die is. Hou, hoe kon ik dat zeggen? Het was in no time. Ik kreeg een soort filmpje te zien. Ik zag mijn hand dat die sleutel oppakken in de tuin. Ik zag een boom, een prikkeldraad, nog een boom en een kunstwerk van een kip. Een hele grote kip stond er. Ja, ik wist waar het was, want die was in de beeldentuin. Het filmpje hield ook op. En toen zei ik tegen mevrouw, wacht, ik haal hem wel even. Ik bedoel, ik kende die mevrouw niet, hè? Dus ik. En ja, Woppie stond ernaast. Ik rende gewoon de tuin in. Ik was daar. Ik bedoel, dat is een grote tuin, hoor. Ik moet me voorstellen. Dat is hectares. Je hebt echt over een heel grote beeldentuin. En ik was daar dus voorbij de vijver gerend en daarachter, in het weiland. Daar pakte ik die sleutel gewoon uit het gras. Het lag er gewoon. Een fietssleutel met zo'n knikje erin. En ik ging staan. Ik zag een boom, prikkeldraad, nog een boom en een beeld. Het was precies de plek. Het was exact dat filmpje wat ik gezien had. Nou, dan dacht ik, wat is dit nou? Weet je, op het moment dat gebeurt, je loopt met die sleutel naar die dames terug. Toen zei Woppie tegen me, Jerry, ik wist dat het wat bijzonders met je was, maar dit had ik nog nooit, dat ik nooit gedacht. Ik dacht, ja. Ze heeft gelijk. Het is heel erg raar wat hier gebeurt. Maar je hebt dus ook zoiets meegemaakt met Rupert Sheldrake. Veel, ja. Ik was wat was het toch? Nou, naar aanleiding van die gebeurtenis, van die sleutel, ben ik gaan schrijven en na gaan denken over hoe werkt dat eigenlijk? Ja. Hoe kan ik nou iets zien in de toekomst? Nou, toen kwam in mij het idee op dat een systeem, een denkconstellatie, een frequentie zou kunnen hebben. Dus dat er een net zoals je een aantal punten met elkaar verbindt en dat een object vormt, kun je bijvoorbeeld bedenken dat een aantal moleculen samen een glas vormen, een constellatie. En wat gebeurt er als dat glas wordt aangetikt en hoor je een toon? En die toon die past bij die vorm. Mm-hmm. Nou, en toen kwam ik op een gegeven moment op het idee van, goh, misschien is er wel iets wat die vormen met elkaar verbindt. Wat ze laat communiceren met elkaar. En dat zou wel eens iets van geluid kunnen zijn. Iets wat lijkt op geluid. Nou, inmiddels ben ik erachter dat het microgravitatie is. Dat er dus een gravitatiegolf ontstaat op het moment dat er een vorm wordt geraakt door iets anders. Dat er een toon ontstaat, als het ware. Want microgravitatie is dat een hele kleine wisselingen. Ja, je hebt gravitatiegolven in de ruimte. Als bijvoorbeeld twee grote lichamen botsen, dan verplaatst zich een golf van ruimteverdichting en ruimteverijling, net zoals geluid een opeenvolging is van luchtdrukverandering, zo kan ook ruimte aan zich krimpen of uitgerekt worden. En dat is gravitatiegolf. Maar het kan dus ook op minuscuul niveau, ook op grote afstanden, door middel van microgravitatie. Nou goed, heel interessant. Die Rupert Sheldrake komt op televisie en die vertelt over morfische resonantie. Ik denk, goh, want ik noemde dat sinformatie. Dat iets gelijk vormt.
En ik had, daar had ik al een heel verhaal over. Ik was met een boek bezig daarover. En ik wilde dat uitleggen, wat er nou gebeurd was met mij. Met dat helderziende. En wat mijn theorie daar nou weer bij was. En ik zat er dus helemaal niet zo ver naast. Ik begreep dat hij onderzoek gedaan had. En wat hij vertelde, dat viel bij mij gewoon als... Ja, als een handschoen over mijn hand. Het paste gewoon. En ja... En dat is dan heel leuk als je een professor hoort praten over iets waarvan je zelf al iets had van, dit moet die kant, hij zit goed. Wat hield dat precies in wat hij omschreef? Morfische resonantie. Dat is eigenlijk ook dus constellatie. Dus van welke gedachtevorm je kunt hebben. Maar ook eiwitten, die zich dus in een bepaalde vorm manifesteren en functioneren. Daar zijn energetisch zeer veel varianten mogelijk. Bij het opvouwen van een eiwit. Of bij de weg van een molecuul naar een kristal. Dat heeft ook tijd nodig om uiteindelijk te blijven in een soort rustpositie. Van, nou, dit is het uiteindelijke resultaat. Dit is de stabiele versie. Een kristal is het stabiele, meest stabiele vorm van een heleboel bewegende moleculen. Probeer maar suiker. Los maar suiker op in een groot glas water. Hang daar een touwtje in en na verloop van tijd krijg je dus kristallisatie van kandij. Nou, die verloop van tijd, Rupert Sheldrake deed daar een test mee, die hangt dus af van hoe goed weten de moleculen de weg naar het kristal. Dat heeft tijd nodig. En zo ontdekte hij dat hij van een stof waarvan er nog maar weinig is gekristalliseerd, omdat die stof gewoon te bijzonder is in het universum, doet er veel langer over om in een stabiel kristal te belanden dan dat die stof in meerdere mate is gekristalliseerd. Dat verschil kan hij gewoon laten zien. Dus dat zou betekenen dat die stof geheugen heeft? Juist. Er is iets in het heelal wat een geheugen heeft. En dat is iets heel anders dan wat wij kennen in deze drie dimensies. Dus dat is een hele interessante toevoeging. En dat dingen zich... Het verhaal van de honderdste aap. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar dat... Nee, het verhaal van de honderdste aap. Ja, mooi verhaal. Zit er een groep die kijkt naar... Een groep wetenschappers onderzoekt een kudde apen. En die mensen, die wetenschappers, die eten zelf aardappeltjes uit datzelfde bos als waar die aapjes van eten. Alleen de aapjes die eten die aardappeltjes ongeschild. En de mensen eten ze geschild. En een van de onderzoekers die laat dat zien aan die aap. En die aap die eet ook die geschilde versie. En die aap die begrijpt ook wel dat wat lekkerder is dan het zand in je mond. En die aap gaat het ook leren aan de andere apen. Totdat op een gegeven moment op dat eiland, 100 apen ongeveer, ook dat gedrag van even wassen. Maar was die aardappeltjes nou even schoon voordat je ze opeet? Zijn ze veel lekkerder. Aan elkaar geleerd hebben. Dus je krijgt die groep, die gaat het doen. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Als er 100 apen zijn, gaan er opeens apen elders op. Dus helemaal niet op het eiland, maar elders ook aardappelen wassen voordat ze opeten. Gedrag wat non-verbaal door iets in de kosmos wordt overgebracht. Nou, dat is morfische resonantie. Dat er iets doorcommuniceert. Alsof dat... Wat niet met woorden gaat, of niet met visuele waarneming, maar dat het gewoon iets is van het innerlijke weten. Net zoals ik dat filmpje zag van die sleutel, die moest ik kennelijk ophalen. Want ik heb nog nooit een sleutel zomaar... Ik heb vaker sleutels gezocht in huis, hoor. Ja. Ik had wel vaker wat van filmpje willen hebben, maar dit was een bijzonder film. Als dat bij apen van toepassing is, lijkt me dat dat bij mensen dus ook zo moet kunnen. Ja, het kan soms heel toevallig doorschieten, dus iets van de toekomst kan zomaar... Een glitch zijn, zal ik maar zeggen, van iets van wat er terugvloept. Een eerder moment in de tijd. Statistisch gezien is de kans heel klein, maar kan je dus overkomen. Maar het gebeurt in de regel niet. Je kunt niet zomaar in de toekomst kijken. En ik vind het dus ook heel erg moeilijk om bijvoorbeeld een bordje bij op je naam op een revers te zetten van helderziende. Ik heb een paar keer helderziende ervaringen meegemaakt. Ja. Maar hoe denk je dan over mensen die dat wel zeggen dat ze dat zijn? Of die dat wel bordje dat wel ophangen? Nou, ik denk dat ze een voorschot nemen op dat wat ze waarvan ze het bestaan kennen. En ik ben er gewoon dankbaar voor dat het me gebeurd is en dat het af en toe gebeurt. Maar
ik heb me ook verwonderd over dat het op bepaalde momenten helemaal niet voorkomt. Nee. Ik kan me de middag op 13 mei 2000 nog herinneren dat ik nog niets vermoedend een cadeautje haalde voor die avond, voor iemand, voor een feestje. Ja. Niet wetende dat die middag de vuurwerkramp zou plaatsvinden. Bedoel, Nets, ja. Als ik het bordje helderziende had opgedaan, dan dat was het afgericht. Ja, precies. Ja. Ja. Maar die ideeën die over ruimte kunnen gaan. Ja. En dat wat je soort van langzaam opbouwt. Je komt met het idee van die apen aan. Maar natuurlijk, dat is een gedrag wat daarna van generatie op generatie ook doorgegeven gaat worden. Op een gegeven moment weet geen aap meer waar het vandaan kwam. Nee. Bedoel, zo zijn wij misschien ook als mensen, dat we op een gegeven moment cultuurgedrag hebben waarvan we niet meer weten waar het vandaan gekomen is. Ik wil toch terug weer naar die typetjes. Want er zit een maatschappelijk dingetje aan. Je houdt in feite door een stereotype of een archetype. Nou ja, verschil daarin zou interessant zijn om te bestuderen. Maar wat is het verschil tussen stereotype en archetype? Maar je neemt iets waarvan iedereen meteen weet, oké, dat die kaders omschrijft het. En dat ga je voorhouden aan mensen. En er zullen mensen zijn die zeggen, oh, dat vind ik entertaining. Maar er zullen ook mensen zijn die daardoor aan het denken gezet worden. Nou, wat is met jou, is daar echt een doelbewuste overweging bij aanwezig geweest? Of heb je, is dat langzaam, ben je gewoon begonnen met echt dat fysiek ook, hè, de kleding te veranderen, theaterstukjes, video's te gaan doen. Hoe is dat bij jou dan ontstaan? Maar uiteindelijk heb je een auto gekocht met een podium wat open kon klappen en, ja, en heel Nederland hoor. Ja, de vraag die je stelt is, hoe is het gekomen? Hè? Ja, dat is echt wat je wil weten. Nou, ja, dan kun je best spreken van welke geest stap je daarin. Want ja, als je al iedere keer verandert, dan is degene die het doet, ben ik zelf. En ik moet er lol aan hebben. Dat vind ik heel belangrijk. Ik moet plezier hebben. Waarom? Nou, omdat ik daar zelf blij van word. Ja? Ja, ik wil gewoon plezier hebben. Dus het zit in de zin, ik zit er op een bepaalde manier in van, hoe kan ik een beetje lol trappen? Hoe kan ik de boel een beetje op een verkeerd been zetten? Hoe kan ik de gemiddelde ervaren, de gemiddelde persoon die mij ervaart, hè, de mens die daarbij is, een gevoel geven van, nou, dat was de moeite waard. Het was leuk. Goede tijd geven vind ik wel heel belangrijk. In de tijd kun je dingen transformeren. Kan nut hebben. Nut. Belangrijk. Nut. Maar de tijd zelf is ook belangrijk. De mensen die daar deel van zijn, van die tijd. Maar dan heb je het over toeschouwers? Of mensen toeschouwers, die deelnemers, ja. Dus als ik op een festival ben, die mensen die voorbij lopen en de mensen die blijven staan, hebben die een leuke tijd? Of zijn het alleen maar de... Maar wat klassificeer je dan als leuke tijd? Want je kan zeggen van, ik ga hele entertaining dingen doen, zodat iedereen heel erg altijd naar zijn zin heeft. Maar de vraag is, was dat echt daadwerkelijk ook het uitgangspunt? Dat je gewoon ik moet een leuke tijd hebben. Ja, dat was het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt, ja. Maar uiteindelijk komt er veel meer om de hoek kijken. Want je bent ook op een gegeven moment een boegbeeld geweest van de regenboogdagen. Ja, dat Rainbow Jan. Ja. Ja, precies. Daar komt ineens een heel ander iets bij kijken. Want dan heb je het bijna soort van maatschappelijke educatie. Ja, of je hebt een... Rainbow Jannie is... Kijk, ik wil eerst de antwoord geven op je vraag. Waarom doe je dat? Nou, je gaat dus in principe voor jezelf een leuke tijd creëren. Maar met anderen. Want dat vind ik dan de bedoeling. Dus ik heb een hele tijd horecawerk gedaan. Omdat daar ook hetzelfde doel ligt. Namelijk goede tijd maken voor elkaar. Ik ben voor veel mensen gezien als een goede baarman. En dat heb ik ook... Ja, zo hebben we elkaar ook ontmoet. Tegen de tijd van het bolwerk heb ik daar bekendheid mee gekregen. Ja. Maar toen later ook met het café Mac Berlijn. Daar heb ik natuurlijk toch best een belangrijke plek in de stad mogen exploiteren. Samen met Jeroen Hatenboer. Nou, dat ging over het hebben van een goede tijd.
En wat is voor de ene goede tijd, is het voor de andere. Dan moet je, tuurlijk, ja. Dan maak je een afweging in van wat is een goede tijd. Nou, het begint in ieder geval met gastheerschap. Dat de mens die daar is een prettige tijd heeft, ondersteund met een glaasje en een drankje, gastheerschap. En er komt vervolgens iets bij van beleving. Wat wil je nog meer beleven? Plus ervaring. Als je kijk eens naar een restaurant als de Koperen Hoogte. Ik weet niet of je het kent, van Henny van der Most. Die heeft de ervaring van een hoog gebouw gecombineerd met het restaurant. Dus je hebt een plus ervaring. De ene ervaring van op een groot gebouw staan is al een ervaring op zich. He, bungee jumpen, we gaan naar, oh, het is hoog en spring er maar vanaf. En hoe ver is het dan? Ja. Oh, en als je het combineert met een restaurant, dan is dat restaurant, hoeft dan ook geen spectaculair restaurant meer te zijn. Nee. Met zoveel sterren, want het restaurant, is het restaurant op zo'n moment een drager geworden? Nee, dus de ene is de andere. De ene hand was de andere. En alleen die combinatie maakt al een plusformule. Twee ervaringen samen. Ja, maar bijvoorbeeld de ervaring van op een hoog gebouw te staan. Ja. Daar gaat niet iemand. Iemand gaat niet een uur lang op de rand van een hoog gebouw staan. Dus de meeste mensen niet. Nee. Maar op het moment dat jij een restaurant maakt, dan bied je iemand de mogelijkheid om een uur lang op de rand van een hoog gebouw te gaan zitten. Zonder dat daar dat ineens heel apart is. Of want heel veel mensen vinden het al eng. Nee. Alleen al om de rand te gaan staan. Ja. Maar het is een ervaring op zich om mee te maken. Maar goed, de pluservaring is dus dat ik ergens in een. Een bedrijf heeft een avondje uit met het personeel. Ja. En die huren mij in. Als zijn het typetje Dini of whatever. Nou, dan zie ik mijzelf niet als de entertainer die hun avond moet gaan leuk maken. Maar dan zie ik zie dat echt als. Ik maak een bingo of een leuke huisvrouw die daar dan komt. Nou, dat gegeven combineer ik dan met die avond die ze daar samen hebben. En. Ja, ik vraag me vooral af, wie zijn die mensen? En hoe hebben die een leuke tijd samen? En als ze het lol hebben of spanningen zijn met een baas die iets moet doen. Ik vraag me echt af van wat gaat er in die mensen om? En wat is er leuk om te doen? En ja, wie zijn ze? Hoe krijg ik dat een beetje los? Ik kan ze nooit allemaal kennen, dat lukt niet. Nee. Maar je kunt al wel een beetje kennis maken. En met dat eigen gevoel ze herkennen die huisvrouw waarschijnlijk in een. Of in mij herkennen ze hun tante of een andere of een oma. Dus er komt een dialoog op gang. Iets onderhuids iets doet, waardoor je binnenkomt bij mensen. En wat doet dat dan onderhuids? Ja, geeft een. Een eigen, ja, ik moet het zeggen, een gezelligheidsgevoel. Dat heb ik, als ik in het café werkte en ik bracht mensen een kopje koffie of een warme chocolademelk of een appeltaart, dan stelde ik me altijd voor dat ze er blij mee waren dat ik het bracht. En daarom lachte ik er ook bij. Ik verheugde me op die appeltaart voor hun. En als er iemand dan. Ja, kijk, ik weet niet wat dat is. Dat is. Het verbinden met een ander. Dat je denkt, ik ben blij voor je. Dat je ga lekker genieten, jongens. Hier, alsjeblieft. Maar is dat ook een soort van een manier om iets mee te maken wat je zelf dan als het ware mist of zo? Of dat je. Je mist het per definitie, want je bent de ander niet. Ja, nee, dat begrijp ik. Er zit een wezenlijk verschil tussen het lichaam en de ervaring die buiten jou staat en waar jij die appeltaart naartoe brengt. Ja. Maar ik vind het heel. Ik probeer een beetje te begrijpen ook van dat gastheerschap. Die gezelligheid en de manier waarop zich dat verweeft met jouw rollenspel, met typetjes en figuurtjes. Ja. Dus daar, en dan de relatie dat opgebouwd heeft met. He, dus het komt tot stand ook in relatie met die academische studie, waar dat een andere vorm krijgt. En je gaat je echt verdiepen in anderen. En dan vraag ik me heel erg af van, is daar ook een lading omheen? Meer dan alleen dat het leuk is om mee te maken. Want het moment dat jij een koffie naar iemand brengt, en jij verheugt je eigen kop die koffie. Alsof je die ander bent. Dat is natuurlijk een van de mooiste manieren om barman in een café te werken. Tegelijkertijd kan ik me inbeelden, is dit ook niet een gevoel wat je hebt van, ik wou dat als ik naar zo'n café ging,
dat de bar op die manier mijn koffie komt brengen. En misschien kan je dat verder trekken. Misschien kan je zeggen, ik wou dat mensen wat meer verheugd waren op, of meer verblijd waren, of meer die gezelligheid. Zit daar een zoektocht in voor jou? Nou, de zoektocht en zoeken en vinden. Hè? Ik vind mezelf ook uitvinder. En uitvinder, ja, het is een premisse. Hè? Ik ga het uitvinden, maar je kunt je ook zeggen, ik heb het uitgevonden, want anders noem ik mezelf geen uitvinder. Dus er zit ook een soort van kip-en-ei verhaal in. Maar ja, je bent daar. Je streeft het niet voor niks naar als je het niet zou kennen. Want ja, als je dat gevoel van. Nou, maar als je het vanzelfsprekend zou vinden dat iemand dat al zo zou ervaren, dan is het misschien nodig om dat mee te brengen daar. Ja, maar je merkt dat het zoveel waarde toevoegt. Tenminste, ik merk het zelf als. Ja. Ja. Wat is dat? Ja, aandacht. Ik vind aandacht een heel belangrijk aspect. Aandacht voor dat wat je doet in het moment zijn, bijvoorbeeld. Ja, ik had op dat moment dat ik die sleutel, dat ik die herinnering meende te hebben aan die ervaring, dat ik hem op zou pakken. Hè? Als ik daar geen aandacht zou hebben besteed, ik zou dus de tuin niet zijn ingerend. Ik zou dat niet gedaan hebben. Dat moment gemist hebben in mijn ervaring. Ja. Maar had ik dat dus niet beleefd, dan had dat niet plaatsgevonden. Had ik het niet gedaan. Maar omdat ik het wel deed, veranderde dus iets. Ik vertrouwde op iets in mezelf. En daarom veranderde er iets. Dus ik geloof dat de mensen die in dat moment, als je in dat moment gaat zitten om het te ervaren, eventjes het gevoel te hebben de ander te zijn. En hoe komt het op jou over? Dat ik jou. Ik breng je een taartje, ik breng je een kopje koffie. Ik breng je in dat hele gastheerschap zit iets van inleving. Ja. In de ander. Ja. Hoe zou jij dat vinden als ik jou een taartje bracht? En hoe vind ik, dat is met liefde net zo. Als je met iemand een fijne avond hebt. Het kan seksueel zijn, en dat denk ik ook in mijn hoofd aan. Maar het kan op allerlei andere manieren ook. Dat je het iemand naar de zin maakt. Als de ander gelukkig is, ben ik er ook gelukkig van. Mm-hmm. Dus ja, dus het is een bepaalde, waar begint het? Ja, dus het is geluk maken, delen. Ja, geluk, definitie van geluk. Ik weet niet wat je. Ik vind het een moment van welbevinden. Welbevinden. Mm-hmm. In het nu zijn dus. In het welbevinden. Ja. Welbevinden. En het ook bewust dus. Hè, welbevinden. Ik ben er wel, ja. To be or not to be. In het moment. En een zekere vertrouwen hebben. Al dan niet gebaseerd op feiten of prospectus of whatever, dat het toch ook nog even zo zal blijven. Anders heeft het meteen zo'n gevoel van, ja, maar het gaat ook weer weg. Nou ja, dan kan je er maar beter niet. Dat heb ik met liefde trouwens sowieso wel vaak. Dat ik denk van, oh ja, ooit is er weer een afscheid. Ooit is het weer eens voorbij. Of is het de dood, of is het een misverstand of een scheiding? Ja, in mijn beleving is dat geluk. Dat is zo erg. Het ontbreken van de druk daarvan. Dat je wel weet dat het moment heel zuiver is. En dat het dus geen. Dat het ook eindig is. Mm-hmm. Maar dat je niet druk maakt over het feit dat het eindig is. Dat het dit geen probleem is dat het op een gegeven moment ook stopt. Nee. En dat vind ik persoonlijk. Ja. Daar komt dat geluk in relatie tot een ander. Ja. Dankbaarheid. Ja, maar ik denk ook voor een deel vertrouwen daarin hebben. Ja. Weten dat het moment dat je echt een moment gewoon mag voelen alsof het dat het zo ja gewoon echt het moment mag beleven. Ik denk dat daarin misschien is dat het ook wel hetgene waar ik me afvroeg is op het moment dat jij zo'n typetje bent en je gaat met en want je hebt bijvoorbeeld ook een autistische een reporter gehad. Mm-hmm. En die gaat dan iets verslaan vanuit een ja toch Jan de Vries ja. Ja, hij is leuk. Als heel, je hem tussen monteert is wel leuk om hij met, is heel benauwend bijna. Ja. Dus hij is heel claustrofobisch op een bepaalde manier. Maar tegelijkertijd heel vertrouwelijk. Omdat het zo. Ja, je weet precies wat je erop aan kan. Je weet precies hoe het in elkaar steekt bij hem. Mm-hmm. En in zo'n
manier denken van dat daar zit een simpelheid in, waarin je een perspectief kan creëren waar iedereen zich aan kan relateren. Of ze nou ook zo zijn, of iemand kennen die zo is, of bang zijn zo over te komen. Ja. Dat is een heel aparte... Ik vond het ook erg leuk dat ik dat filmpje maakte. Twikkel, hè, over dat was een... Nee, voor degenen die het niet gezien hebben, maar misschien wel leuk om straks even een stukje van dat filmpje in te plannen. Of in te monteren. Maar dat is die film heb ik gemaakt met een vriendin, Simone Zacharias, destijds. Toen wij naar het kasteel Twikkel gingen met het gewoon voornemen om een leuk filmpje te maken. Whatever het zou worden. Ik had een pak aangetrokken. Ik had een parapluutje mee. Het was een druilerige dag. En ik denk, nou goed, we gaan een filmpje maken. Microfoon erbij. En die deed het niet. Nou ja, goed. Dat is een gimmick. We doen er gewoon erbij voor de... Om dan toch serieus over te komen als presentator. En toen ging ik daar en hebben we daar een filmpje van gemaakt. Maar we schoten iedere keer enorm in de lach. En we hebben alleen maar die lachbuien hebben we ertussen uitgehaald. En ja, het zogenaamd serieus presenteren van de presentator... Dat hebben we overgehouden en we hebben ontzettend veel plezier gehad. En die is op een gegeven moment op YouTube gekomen en... Hit. Mensen vonden het geweldig. Ja. Ja, dat was ook zo. Het was eigenlijk nog ver voor de tijd dat ik met typetjes bezig ging. Maar het waren van, was gewoon een... Ja, die heb ik later tussen gestopt. Maar ik vond het wel erg leuk. Nou. Ik vind het voornamelijk heel interessant dat dus iets is wat al vanaf het moment dat je klein bent een rol speelt en dan zo een professionele kant op gaat. Ja, toch? Ja. Je hebt ook een boek en alles meegenomen. Maar weet je wat, we moeten gewoon nog een keer gewoon afspreken. Want volgens mij hebben we echt niet genoeg tijd om alles helemaal door te nemen. Het is, als je het hebt over homo universalis, hè, de mensen die alles kan. Ja, ik voel me daar heel erg bij verbonden met dat idee. Omdat ik, ja, net zoals de computer, daar praten ze waar alles mee kan, heb ik ook ontdekt dat het menselijk brein iets is, je in de identiteit, je ik, gewoon te vervormen is naar alles wat je wil. Ja. Wil ik ik kon me nooit voorstellen dat ik in de auto zou rijden als bestuurder. Ik dacht altijd als jonge, nou, als tegen die tijd dat ik een auto heb, dan zijn het, ik had te veel naar de Jetsons gekeken. Ik dacht dat vliegende auto's vanzelf wel. En die rijden gewoon naar hun plek toe, zonder dat ik daar iets hoef te doen. Ik was een beetje te visionair toen ik jong was. En ik dacht, ik hoef geen rijbewijs. Nou, in 2008 heb ik hem gehaald uiteindelijk. Dat was ook nodig, want ik had een café. maar zo zie je... Ik had mezelf nog niet in de rol gezien van bestuurder, maar ook dat hoorde er gewoon bij. Ik weet niet eens wat ik wil zeggen. Nou ja, dat zijn de rollen, daar rol je vanzelf in. Ja, je rolt vanzelf in, ja. Maar ik heb dus die homo universalis, dat... Ja, je hebt gewoon allerlei verschillende hoedanigheden waarin je het leven neemt. En ja, dat die tijd van die typetjes, dat was een prachtig project. Maar ook die participatie aan die maatschappij, dat Nederland en dat hele concept van ik als burger in het Nederlandse landschap. Daar ben ik aardig aan gaan nadenken in de tijd dat de COVID uitbrak en... De discussie ging op feest en partijen van, ben jij al ingeënt? Ik dacht, mensen, jullie hebben het over ingeënt. Ik had altijd een ander idee over inenting. En het moest toch iets heel erg ziekte zijn waar je aan dood moest gaan, minstens. En dan heb je het over kansen van, nou, zeker 50% of meer. Hè? Dan heb je het over een levensbedreigende situatie die je dan afweegt tegen... Maar nou, niet werkende mondkapjes, waarvan iedereen weet... alleen al het idee dat er al dat discutabel is of ze werken... moet voldoende zijn om te besluiten het niet te dragen. Want als iets discutabel is, dan is het dus ook geen voldongen feit dat je het moet dragen. En ja, we zien de bussen. Je komt de bus niet eens in zonder dat mondkapje. De mensen hebben kennelijk niet begrepen dat wij... op het dwaalspoor gezet zijn. Nee, ja, ik vind het heel interessant om het daarover te hebben, maar daar moeten we echt ook ruimer de tijd voor nemen. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant. Daar zit iets. Het als zoete koek slikken.
achtigs achter. En, en dat vind ik ook wel weer interessant in relatie tot die stereotypes die dan soort van je gebruikt eigenlijk al de in steen gezette manier zoals de wereld zou zijn in het beeld van de mens. En daar, en dit is weer zoiets. Alleen nu heeft de consequentie is veel groter. Want nu mag je ineens nergens meer naar binnen. Of moet je overal een mondkapje op hebben. Ja. Dus ja, jeetje. Maar ja, het geeft ook maar weer blijk van de noodzaak van dat soort dingen. Ik bedoel, is het nou echt noodzakelijk om naar het theater te moeten kunnen? Nee. Nee, maar nou, ik kan ook veel voorstellen dat het moment dat jij werkzaam bent in het theater, dat je heel frustrerend is dat je niet je werk mag uitvoeren. En zien dat er andere mensen zijn die in flow staan. Hugo de Jonge, die heerlijk heeft mogen presenteren en zijn werk echt. Het moet een verschrikkelijk zware baan zijn geweest. Maar het moet toch heerlijk zijn dat je wat je doet, dat dat een functie heeft, dat dat een toegevoegde waarde met zich meebrengt op dat moment. En als je dan niet mag, dat iemand anders voor jou bepaalt, je mag niet. Dat is de ernst. Ja. Het maakt niet uit waar, wat voor sector je werkt. Ik bagatelliseer het ook niet. Ik bedoel, het zijn ook serieus mensen aan het zelfmoord geslagen. Hmm. Ik was zelf ook niet ver van het hiernamaals verwijderd. Door het te overwegen alleen al. Kijk, je denkt altijd een zekere mate van recht te hebben op het geluk. En dat is iets waar ik wel flink van teruggekomen ben. Ik weet wel dat het leven niet alleen maar geluk betekent. En er is een zeer groot misdadig aspect aan wat er zich heeft voltrokken de afgelopen periode. En ik ben er ook voorstander van dat alle mensen die daar aan deel genomen hebben, tegen het licht worden gehouden. Ja, maar ja, dat spreekt voor tussen. Als ik kijk naar die zaak met toeslagenaffaire. Ja. En mensen die hun kinderen kwijt zijn geraakt en alles. En dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn gewoon weer op dezelfde plek zitten. Ja, uitermate kwalijk. En alleen al is het feit dat er gewoon ze mogen hun functie blijven uitvoeren terwijl er nog onderzoek plaatsvindt. Nou ja, gelukkig. Ik ben blij dat er misdaden gepleegd zijn. Omdat dat de noodzaak geeft om ze te berechten. Ja. En de vraag is of andere mensen de niet een situatie zien waarin dat gejustified zou zijn. Nou, okay. Het feit dat er doden bij gevallen zijn. De vaccins zijn allesbehalve veilig. Mm. Vaccins, het idee al dat het vaccin heet. Het is gewoon mRNA-techniek. En wie begrijpt wat DNA is en wat RNA is, die weet ook dat er biologische processen wordt gesjoemeld. En dat niet altijd bevorderlijk is voor de gezondheid. En dat de hele vraagstuk de politiek is gepasseerd in plaats van dat het een onderwerp van gesprek is geweest in onze democratie, is al dermate ernstig. Mm. Dat hier in ieder geval een tribunaal aan te pas moet komen. En dat is mensen. Er zullen tribunalen zijn. Ja, maar wie, je hebt van een rechter niets te vrezen als je waarachtig bent geweest. Heb je niks te vrezen. Nee, dus, maar tegelijkertijd als ik zie hoe de rechter zich de afgelopen jaar bepaalde momenten heeft gedragen. Door bijvoorbeeld het moment, de ruimte te geven voor de overheid om even de regels aan te passen. Ja, nee, maar ik dit ik, soort ik, dingen ik kunnen. Ook, nee, maar ik bedoel, ik ben ook niet anti-overheid. Ik bedoel, dit is wel Nederland. Hier was wel Antonie van Leeuwenhoek die door de microscoop een andere wereld zag. Ja, maar de vraag is. De grote meute tijdens globalisatie. Ik was nog niet. Wat wou je vragen? Tijdens globalisatie, wat blijft van Nederland over? Want ik bedoel, wij moeten ook mee met de massa eigenlijk. En wat kun je nog vasthouden? Je noemt het woord globalisatie. Maar ik denk dat Nederland een van de eerste landen was in de wereld die het begrip globalisatie begreep. Wij waren proactief. Wij waren overal. Nou, dat komt het verschil tussen de Nederlander en de Engelsman. De Engelsman die moet met het christendom komen. En Nederland kan de religie achterlaten op die manier. Ja. Nederland en Engeland zijn best wel eigenlijk gelijkende landen. Alleen Engeland is een eiland. Ja. En Nederland zit aan de rest van Europa vast. De Engelsen zetten hier in Enschede een poot aan de grond in de komst van de industrie. Mm. En Enschede was ook een belangrijke stad voor Europa. Met een skyline van honderden fabriekspijpen. Ons
Enschede was het begin van de industrie in Europa, durf ik te stellen. Ja. Daar gaan we de volgende keer op verder. Dankjewel. Dankjewel. Hey, mooi, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Art Safari. Art Safari wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, gemeente Enschede en stichting Bauerheim. Voor meer afleveringen ga naar www.artsafari.show en vergeet niet om je te abonneren op ons YouTube-kanaal, waar alle afleveringen van Art Safari met video te beluisteren en te bekijken zijn. Tot de volgende keer!